vier ook op hun bevrijding. De man die het allemaal in goede banen mag leiden, die nu aan de voet van het Kruiseland staat, is Showbiz Bart. Bart, goedemiddag. Dag, Karel. Goedemiddag. Jongens, wat is dat hier? Ik lijk wel in een orkaan te staan. Je kan niet geloven hoe hard dat het hier waait. En ja, dan moet ik het even uitleggen. Je weet, een tijdje geleden zijn Sven en Kurt al uit het rad gegaan. Dat gewoon te gevaarlijk is. Het waait hier, het waait hier. Dus ze zijn vanuit hun studio in het Reuzenrad naar hun woonunit verhuisd. Ja, daar zitten ze nu nog wel altijd in, op zo'n, wat is dat, 10, 15 meter hoogte. En we moeten hen wel gaan bevrijden. En daarvoor heb ik onze gelukkige winnares naast mij staan, Els Balkaan. Els, 16 dagen, 4 uur en 30 minuten heeft het geduurd voor iemand die 25.000 euro heeft binnengehaald. En dat ben jij, hoe voel je nu? Eigenlijk besef ik het nog niet helemaal. Ik ben nog altijd aan het bekomen van een beetje een shock waarschijnlijk. En ik ben heel blij voor hen. Ja, maar het is wel goed dat je met een shock bent, want je moet zo meteen met mij naar boven in die hoogte werken hier. En ik vind het verschrikkelijk met deze wind. Maar jij zit er, je hebt geen hoogtevrees. Helemaal niet. Nee, zeker niet. Goed, ik denk dat we nu naar boven kunnen gaan. Ik doe een teken dat we stilletjes aan onze hoogtewerker naar boven kunnen geven. En ik denk, ik stel voor dat je zo meteen als je Sven en Kurt ziet, ze staan daar trouwens al klaar, gewoon met hun valise helemaal gepakt en gezakt. Ik stel voor ons dat je als je ziet. Kijk, fantastisch. We kunnen naar boven. We zijn bijna boven. We kunnen de veiligheidsbarrel losmaken. En Els, ik stel voor, kijk, daar staan ze voor jou. Sven en Kurt vliegen in de lucht. Het is heel mooi. Ze zijn zo gelukkig. Er wordt gezoend, er wordt geknuffeld, er wordt vastgepakt. Ze zijn zo tevreden. Oh, ik ga eventjes de wind op blijven. Kurt, hoe voel je? Ja, bevrijd. Het is heel hard nu, tot op voor de laatste seconde, met al het weer. Maar het is fantastisch dat we zo'n fijne kandidaat hebben. Ze heeft het geweldig gespeeld, die 25.000 euro volledig verdiend. Ja, die 25.000 euro die heeft Sven nu in zijn handen. Sven, de check, je hebt hem vast. Het is toch wel een groot moment nu, hè? Ja, het is een groot moment en ook het laatste gevaarlijke moment. Want die check heeft heel veel goesting om weg te vliegen. En dat lijkt mij geen goed idee als om die te laten vliegen. Bij deze gaan Kurt en ik hem nu overhandigen. Merci voor de bevrijding uit de draaiende studio. We hadden er echt nood aan.